Yes, we gaan weg, riep Ikki. Wat maakt jou zo blij? Vroeg Ali nieuwsgierig. Heb je het nou niet gehoord? We verhuizen naar een ander land, riep Ikki. We gaan onze vrienden dus nooit meer zien, zei Ali sip. Doe niet zo flauw, broertje. We maken vast nieuwe vrienden. Eindelijk verhuizen we naar een plek waar geen oorlog woedt. Maar ik wil mijn land niet verlaten, schreeuwde Ali. Kijk, lieverd, Ikki heeft gelijk. In België maak je vast nieuwe vrienden, zei mama. Mijn hart is leeg. Ik denk altijd aan haar. Toen ik deze zomer in Turkije naar een film keek, kwam mijn papa thuis met een doos. Wat zit er in de doos? Vroeg ik aan mijn papa. Kijk zelf maar, zei papa en hij overhandigde mij de doos. De doos was niet zwaar, maar er zat wel degelijk iets in en het bewoog. Ik deed de doos open. Daar zat een konijn. Het zat op haar achterste pootje en stak haar voorpootje naar me uit.